De regio Rivierenland stelt 30.000 euro beschikbaar om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het attractiepark Fruitpark. Het algemeen bestuur van de regio Rivierenland stemde in Culemborg in met de bijdrage. Met het geld van de regio wordt een zogeheten marktconsultatie uitgevoerd. Er wordt gekeken, en zo ja, welke ondernemers van binnen en buiten de regio bereid zijn te participeren en te investeren in Fruitrijk. Resultaten moeten eind dit jaar duidelijk zijn. Al sinds 2012 wordt er gewerkt aan een idee om ergens in Rivierenland een attractiepark aan te leggen waar bezoekers alle ins en outs van het fruitteelt kunnen zien. Een bungalowpark is ook een optie. Voor het fruitbelevingscentrum wordt gezocht naar één vestigingslocatie. Momenteel zijn er een aantal locaties in beeld: bij Knopendijl, het Lingermeer in Linde en de Goudenham in West, Maas en Waal.